Hallo lieve schorpioen, welkom bij je september reading. Wat heb ik voor je? Ik mag 3 spirituele tafelgesprekken weggeven en 2 orakelkaarten raakdekken. Heel simpel dek, maar heel erg leuk. Uiteraard weer van Koppenhol Uitgeverij. Wel abonnee zijn, even hieronder laten weten welk dek je wil en of het resoneert met je natuurlijk. Ik heb voor jullie teken wat meer astrologie uitgezocht. Ik had gewoon even zin in. Maar ik begin met de Divine Animal Oracle kaart. Welk dier reist deze maand september met je mee? Wow, de chameleon. En dat klopt ook helemaal. En dat ga ik je vertellen waarom. 33, meeste getal. En tel je het op, is het een 6, is het harmonie. Jullie hebben de aankomende 7 maanden Mars in tweeling in het achtste huis. En het achtste huis gaat over leven en dood, wedergeboorte, schaduwzijde transformeren, andermans geld, erfenissen, alles wat taboe is. Het is echt een Pluto-huis. Seksualiteit, echt een rauw, heftig mooi huis. En dat klopt ook fantastisch bij de transformatie van de chameleon. In het begin van de maand hebben jullie de zon en Venus in het elfde huis staan. Het elfde huis zijn je wensen en je dromen, maar ook de groepen waar je in zit. Het kan heel goed zijn dus dat je een liefde ontmoet in die groep waar je zit. Hoe leuk is dat? Later in de maand heb je een hele mooie placement. Volgens mij Neptunus en die andere weet ik niet, in je vijfde huis. Dus de creativiteit, wat je misschien verborgen hebt in jezelf, komt ook weer enorm naar buiten. Je vindt iets terug waar je enorm passievol over bent. En aan het eind van de maand staan er heel veel dingen in je twaalfde huis. Ook Mercury, die staat volgens mij retrograde daar. Het is een hele stille energie. Je gaat voorbij de sluier van leven en dood kijken. Het zit helemaal in jullie eigen energie. Heel erg spiritueel, heel erg intuïtief, heel erg connected. Jullie zouden fantastisch mee kunnen doen bijvoorbeeld met mijn Mystica traject. Waar ik dit soort dingen allemaal, alles wat ik eigenlijk hier ook doe, daar mensen mee inspireer. Het is een persoonlijk ontwikkelingstraject. Heel erg leuk. Ik zet een linkje hieronder. En ook een linkje waarin je uit kan rekenen waar staat mijn maan in, dus je gevoel, waar staat mijn zon in, is mijn carrière en je ascendant. De steen die ik voor jullie wil hebben deze maand is je eigen steen, is de tijgeroog. Om je te beschermen tegen alles wat je niet dient. De chameleon van de Muse Tarot. Ga ik daar een extra boodschap voor trekken. Wat ga je nou doen in je fantastisch mooie gouden jurk? Wat ga je loslaten? Wat ga je transformeren? En wat ga je aankijken? En wat ga je voelen? Wow, die Ace of Voices met een hele mooie sneeuwuil die ik hier ook heb staan. Ik zal je hem even nog beter laten zien, mijn lieve Milton Erickson. Mooi, hè? Je gaat het dus gewoon, ik zet het weer even terug, je gaat het gewoon zien. Je gaat het gewoon voelen, dat wat voor jou bestemd is. En dat achtste huis is niet altijd even makkelijk, omdat het je met je neus op de feiten drukt. Oké, dit heb ik aan te kijken, dit heb ik te veranderen, dit heb ik los te laten. Zo is hoe ik het wil. Gaan staan voor je eigen power, voor je eigen manifestatiekracht. De doTERRA die hier heel erg bij past, vind ik lavendel. Het beschermt, ook tegen negatieve krachten. Het reinigt. Je kan ook verse lavendel aan de achterkant van je huis voor het raam leggen. Ik heb lavendel voor in de tuin staan. Ja, Mystica die weet wat. doTERRA. Ik verkoop het niet, maar het is een advies. De steen hebben jullie.
Ik heb een prachtig nieuw deck. Het is niet nieuw, het is al een paar jaar oud, maar ik heb het nieuw. Oracle of Vision. En hij heet Ciro Marchetti. Ik zal het hieronder schrijven ook. Hij heeft drie traditionele tarot decks gemaakt, maar zijn bedoeling is om het intuïtief te lezen. Intuïtief te lezen. Ik ga wel de quote voorlezen, dus niet het boekje, maar wel de quote. Als ik hem geduid heb. Wow, prachtig. Is weer een 6. 4 en 2. Het balanceren. Maar ook jezelf opnieuw uitvinden. In de spotlights komen staan. En balans. Voor mij voelt deze kaart als een oude identiteit en een nieuwe identiteit. Maar door de energie van dat 12e huis. Het 12e huis is alles wat verborgen is aan de andere kant van de sluier. Dat wat binnenin jou aan het rijpen is. Mooie. En het is een lange, lange transformatie. Hè? Tot en met januari 2023 hebben jullie dus die Mars in dat 8e huis. En dat is dominant. Ambition, goals and inspirations. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is to wake up. En ik zie het als de transformatie van het oude. Het oude wat vast zit. Misschien heb je al een paar maanden het gevoel. Oh, ik zit zo vast en ik kom nergens. En ik heb geen creativiteit en ik heb geen passie. Nou, be careful where you wish for. Want met die Mars. Het druipt ze wat van je af. Welke Bach-bloesem? Mijn Bach-flower oracle deck. Welke Bach-bloesem? Gaat je daarbij helpen. Hele zachte bloemen. Essens. Homeopathisch middel. Voor mijn lieve schorpioenen. Wild oat. Grappig. Trok ik ook voor de weegschalen. Follow your path. From loss of direction to life purpose. Ja, dat ga je dus doen. Dat ga je doen. Helemaal uit je as herrijzen. Maar met die seksualiteit, met die diepgang. Alsof je Asterix bent die in de toverpot valt en allemaal geheime krachten ontwikkelt. Welke kaart wil ik nog meer voor jullie? Ja, ik wil de Sacred Forest Oracle kaart voor jullie trekken van Denise Lin. Heel mooi deck. Niet vergeten nog een engeltje te trekken voor jullie. Hè? Maar lieve schorpioenen. Die Mercury die retrograde komt te staan. Oude dingen terugvinden. Reizen voor de 10e van de maand. Energy. Kijk eens. Nou, dit is wel 8e huis energie dit hoor. Je manifesteert dat uit het oude. Vuur uit je handen. Fire spirit. Over power gesproken. Helemaal vanuit het diepst van je zijn trek je dat naar boven. Kijk nou eens. Dus follow your inner path. Met die wild oath. Met die tijgeroog. Nee, poes. De poes wil heel graag in mijn bed liggen. Maar die poes die verhaart en dat vind ik niet lekker fris. Dus dat gaan we niet doen. Poes, je mag het niet. Die chameleon. Die ace of voices. Je ziet het gewoon opeens. Want je ontwaakt. Je laat het oude achter je. En je hebt gewoon weer een direction. En dan kan je zeggen, oh Mabel, ik vind dat 8e huis niet leuk en niet fijn. Maar het is wel helemaal jullie energie. Het 8e huis is het huis van de schorpioen. Van Pluto. Mijn birth chart, dus je natal chart, heb ik Mars in mijn 8e huis staan. Ik heb het op het ogenblik in het 10e huis. Mijn ascendant is boogschutter.
Wat mag ik nog overal tegen jullie zeggen? Het voelt als de eerste helft van de maand. Genieten, flirten, zoenen, seksen, zichtbaar zijn. En dan die diepte ingaan achter de schermen. Je een nieuwe huid. Eerst die oude af. Bijna als een slang met een nieuwe huid. Prachtig. En dan met die fire energy, met die nieuwe energie. Echt. Maar met heel veel power. Met heel veel, met heel veel visie. Heel veel kracht. Dat is wat, jongens. Wil ik nog wat? Nee, het is die chameleon. Het is die chameleon. Maar het voelt voor mij niet alleen maar van kleur veranderen, maar bijna helemaal van identiteit veranderen. En een totaal nieuwe richting. Een totaal nieuwe richting. Spannend! Spannend! En 20 oktober gaat die Mars in je achtste huis retrograde staan. Tot en met januari 2023 is een hele lange transit. En die gaat de boel een beetje afremmen. Want het heeft tijd nodig ook om te rijpen. Het heeft ook tijd nodig om te rijpen. Want als je jezelf helemaal opnieuw uit gaat vinden, ja, dat moet groeien. Dat moet stevig worden. Laat me weten welke je winnen wil. Misschien zeg je wel, ja, ik wil bij je op Mystica komen. Ik heb nog 3 plekjes. En ik heb aanstaande woensdag en donderdag een intakegesprek. Oké. Nee, poes, je mag nog steeds niet in mijn bed slapen. Ik zie je volgende maand. Laat me weten wat je ervan vindt. Vrees het niet. Het is prachtig. Niet altijd makkelijk. Met al mijn liefde.